Vandaag vertellen wat het belang is van een snelle, open en concurrerende mobiele technologie voor Europa. En welke acties we ondernemen om dat te bewerkstelligen. De ICT en telecomsector in Europa zijn al groot en nog altijd groeiend. Ze stimuleren de economie, bevorderen productiviteit en voorzien in veel banen. De liberalisering van de sector heeft al verschillende voordelen voortgebracht. De prijzen zijn met ongeveer 30% gedaald in de laatste 10 jaar en de concurrentie heeft zich beter toegespitst op de vraag van consumenten. En tegelijkertijd is de technologie zo ver gekomen. Begin jaren 80 was het nieuwste van het nieuwste in de communicatietechnologie de faxmachine. Een lange tijd was de mobiele telefoon een exotische technologie gebruikt door een hele kleine groep mensen. Wat een verschil met vandaag. Mobiele telefoons zijn overal. En de nieuwste smartphones bieden meer berekeningskracht dan NASA nodig had om een man op de maan te krijgen. Je zou kunnen zeggen, een digitaal Zwitser zakmes aan mogelijkheden in je zak. Vandaag de dag willen mensen steeds meer toegang tot inhoud. Overal, altijd en op elk apparaat. Deze nieuwe technologieën hebben al fenomenale nieuwe mogelijkheden geschapen. En het kan onze levens nog veel verder transformeren. Ten eerste hebben we een goede infrastructuur nodig. In 2020 wil ik dat iedere Europeaan toegang heeft tot snel breedband, de digitale zuurstof van ons internet-ecosysteem. Investeren in breedband is investeren in de toekomst. In ons voorstel voor het volgende EU-budget hebben we meer dan 7 miljard euro gereserveerd voor de breedbandinfrastructuur, wat met een hefboomwerking significante publieke en private investeringen teweeg kan brengen. En om al die mobieltjes te ondersteunen, hebben we een toereikend spectrum nodig. Nu er steeds meer vraag is naar toegang tot snel internet op je gsm, moeten we efficiënter gebruik maken van het beschikbare radiospectrum. En om ervoor te zorgen dat telefoons ook werken in het buitenland, moeten we consistentie binnen de EU verzekeren. Daarom